Rosemarijn, goedemorgen. Goedemorgen. We staan hier in een redelijk, het ruikt hier goed naar katten. Zeker, lekker voor op de zondagochtend, naar zaterdagavond in de stad. Maar jij bent dus ook vrijwilliger bij Stichting Scheldekat. Ja, het zit eigenlijk door heel Zeeland worden katten opgevangen. Dus er zijn verschillende vangacties, dat ze wilde katten vangen en dan steriliseren of castreren, zodat er niet meer wilde zwerfkatten komen. Dus eigenlijk om het probleem een beetje te beperken. En sommige van die wilde katten die hebben dan ook al zijn al zwanger of hebben al een nestje. En daar zijn dit. Dat zien we hier. Ik zie hier al in één oogopslag 5-6 kittens. Maar wat ik nou een beetje ingewikkeld vind, of ingewikkeld niet, maar. Kijk, je hebt natuurlijk het dierenasiel. En vroeger dacht ik altijd gewoon alle dieren die worden gevonden gaan naar het dierenasiel. Toen was ik een tijdje terug. Waren er vogels bij met de Lange Jan en die roofvogels. Toen kwam, dat was dierenwelzijn, Walger, als ik me niet vergis. Klopt, ja. En jullie zijn Scheldekat. En dus, ja. Maar wat onderscheidt jullie nou van het dierenasiel? Wanneer kom ik nou met mijn kat bij jullie terecht? Of waar zoek ik nou een kat uit als ik een kat wil? Hoe gaat dat nou precies? Ja, het verschil. Dit is echt alleen voor katten. Dus het is, geen honden. Dus dat is het verschil. Volgens mij doet het dierenasiel. Dat weet ik niet zeker of die ook van die vangacties doen. Maar Scheldekat doet dat dus wel. Waar je wel op moet letten bij Scheldekat is dat meestal minimaal per 2 worden geadopteerd. En dat is bij het asiel niet altijd zo. Ja, ja. Daar mogen er ook eenling geadopteerd worden. Maar omdat de organisatie wel vindt dat wat voor het beste welzijn van de kat, dat ze gezellig samen gaan. Maar als ik nou, stel nou, kijk, ik word helemaal verliefd hier op deze... Ja. Kleine frummel. Ja, hey, hallo frummel. Hi. Oh ja, daar kan je alleen maar verliefd op worden. Ja, dit is... Maar kan ik dan gewoon bij jullie melden van, nou, ik wil Gary. En hoe gaat dat dan? Nou, je kan bij onze website kan je aanmelden. Dan kan je een contactformulier invullen. En dan kan je iets over je thuissituatie, zeg maar, hoe je woning eruit ziet, dat en zo. En dan word je meestal opgebeld door Marleen, de directrice van de organisatie. Ja, die is al jaren hiermee bezig, hè? Zeker, ja. Die heeft het ook opgericht. En die gaat dan kijken wat een match is. En natuurlijk, je kan opgeven, ik wil heel graag een ja, dan is daar even naar de kleine... Het blijft hier garels en het blijft hier... het is hier altijd gezellig. Ja. Soms zijn er wel eenlingen, er wordt ook gewoon gekeken wat een goede match is, zeg maar. Ja, maar nou, jullie hebben wel een beetje een probleem, en dat is zoals heel veel organisaties, vrijwilligers. Want jij bent erin, hoe lang ben je het al? Nu nog niet zo lang, ik ben vanaf, nu bijna een jaar, vanaf vorig jaar september of oktober, denk ik. Ja, dus... En ik doe het eigenlijk elke zondag. Wat een activiteit, ja. Maar jij doet elke zondag inderdaad. Dus hoeveel uren in de week kost het jou? Mij kost het 3 uur in de week. Nou, dus, dat is best te doen. Dat is best te doen. Elke zondag van 9 uur 's ochtends tot 12 uur. Maar het lijkt heel schattig, maar ik kwam net binnen, de dokter heen op mijn nek. Ik gelijk krauwen in mijn nek. En het is inderdaad, je moet ook hun kattenbakken schoonmaken. Hè? Dat ruikt je ook wel goed hier zo. Ja, je moet kattenbakken schoonmaken. Je moet soms medicijnen geven. En je moet tegen krassen kunnen. Dat zie ik ook wel. Maar ja, je krijgt er ook heel veel voor terug. Ja, je hoeft niet gespecialiseerd te zijn in het hele tand. Iedereen kan dit werk doen. Iedereen kan dit doen. Ja. Wat ik wel belangrijk is... Het is vrijwilligerswerk, maar het is niet vrijblijvend. Dat wordt je moet wel vaak... gewoon komen, ja. Ja, dus het is wel, dat, we willen wel op je rekenen. En dat je bijvoorbeeld dat je een vast moment elke week kan komen. En iedereen zegt altijd op zaterdagavond als ik in de stad sta van... Oh, dan moet je morgenochtend om 9 uur. En dan zeg ik, ik sta tussen de katers in plaats van... Ja, maar ik wou zeggen, poezen kunnen dat tegen katers, toch? Ja, precies. Niet mouwen. Nee, precies. En dan heb je maar een kater, ja. Nou, ja. Maar alles wat mensen verder willen weten, gewoon via de website. En, ja, zeker. Ja, en adopteer zeker. Er zitten heel veel leuke tussen. We hebben ook een aantal... Ja, maar ik las laatst dat jullie dus nu zoveel hebben... dat er zelfs dierenasiel wat moest opvangen. Maar ik denk ook wel eens van... waar komt die enorme piek in katten vandaan? Waar mensen droppen ze soms gewoon, gooien ze gewoon buiten. Mensen, maar moeten de mensen niet eens wat vaker katten steriliseren? Of vloek ik dan in de kerk? Want
Ik zie dat heel veel mensen toch van, ah, het zijn poesjes. Maar ja, vroeger was het natuurlijk op de boerderij en zo werden katten gewoon losgelaten. En dan vielen ze gewoon bij bosjes ook af. Maar dat is niet meer tegenwoordig. Nee, kijk, tuurlijk. Iedereen wil een kat en dat is leuk. Maar denk er niet altijd over de medische kosten na. En over de zorg die erbij komt. En dan wordt ze jammer genoeg wel echt gedumpt. En nu is mijn kat zwanger. En wat nu? Ik denk dat er in de coronatijd ook wel veel mensen de huisdieren hebben genomen. Zonder dat ze beseften van als ik weer ga werken. Dan. Ja, dus dat is wel echt heel sneu. Dus dat is ook echt, wij zeggen altijd steriliseren, castreren. Dat moet gewoon. Maar op een gegeven moment zitten jullie ook wel aan de grenzen wat jullie kunnen opvangen, toch? Klopt, ja. En het is een bouwkeet waarin we staan. Waar nu, wat zijn het er? Een stuk of 26 of zo die erin zitten. Ja, je ziet het zit gewoon vol. Dit is nog het kleine gerut. Maar voor de rest, je zal zo aan de foto's zien. Maar ze kunnen wel allemaal met elkaar door een deur, lijkt het wel. Ze zijn niet aan het vechten of zo. Als we schoonmaken, dan gaan ze allemaal gezellig samen. En ze hebben dan wel s'avonds gewoon een eigen hokje. Hier hebben we Muffy, die vindt de rest allemaal een beetje spannend. Oh, dat is die met het ene oog? Ja. Wacht, kijk. Die heeft vorige keer heel erg aan me zitten blazen. Oh ja? Nee, het is zo'n schat. Ah, Muffy. Hey. En wat heeft Muffy met zijn oog gedaan? Ja, dat moest weggehaald worden. Dat was ziek of... Ah, Muffy. En wil niemand jou dan, Muffy? Ja, dat is toch de liefste die je ooit hebt gezien. En hij is zo lief. Maar ja, hij houdt gewoon niet... Dus deze mag bijvoorbeeld alleen. Ja. Want hij vindt dit allemaal heel druk... druk gedoe en daar houdt hij niet van. Nee, Muffy. Het is zo schat. Ja. Ja. Nou, dat dus. Nou, dankjewel. Ja. Voor de toelichting. Leuk dat je succes met dit. Ja, graag gedaan hoor. Ja.